Hoe ziet een oplichter eruit? Dit is de Universiteit van Nederland. Mag ik jullie wederom een vraag stellen? Stel dat je in een avondje gezellig de kroeg in zou gaan met een van deze twee mensen. Wie van jullie gewoon eerste reactie, eerlijk antwoorden, wie van jullie zou jullie zeggen ik ga liever met links? Steek even je hand op. En wie van jullie zou zeggen ik ga liever met rechts? Een enkeling. De overgrote meerderheid kiest voor links. Dat verbaast mij niks. Alexander Todorov, die uit Princeton University, die veel onderzoek heeft gedaan naar wat voor beelden wij van gezichten hebben bij bepaalde karaktereigenschappen, die heeft deze gezichten gecreëerd op grond van onderzoek. En het gezicht links is een soort samengesteld gezicht waar allerlei eigenschappen in zitten die wij associëren met een extraverte persoonlijkheid. Een open, pratend iemand. Het gezicht rechts is meer introvert. Zien wij als introvert? Gesloten, stil. Ja, met wie ga je liever een avondje uit? Inderdaad, met de extrovert. Nou, dat is heel interessant. En de vraag die net aan het begin van dit college gesteld werd, hoe ziet een bedrieger er uiteindelijk uit? Nou, ik kan u nu al vertellen, ik ga die vraag niet echt heel erg beantwoorden. De vraag die ik vooral wil beantwoorden is, hoe denken wij dat we een bedrieger eruit zien? Want daar gaat het eigenlijk om. Ik weet helemaal niks van de karaktereigenschappen van deze mensen. Nee, wat we net gezien hebben, dat zegt heel veel over hoe wij denken dat een extrovert iemand eruit ziet of een introvert iemand eruit ziet in dit geval. En de gevolgen daarvan kunnen heel groot zijn. Irene Blair, Amerikaanse onderzoekster, die heeft samen met collega's heeft ze onderzoek gedaan naar strafmaten die gegeven worden aan criminelen in Amerika. Geschreven hetzelfde vergrijp. Dus iemand heeft ongeveer hetzelfde gedaan. Wat voor strafmaat krijgt hij? En daarbij keek ze naar de vorm van het gezicht. In eerste instantie keek ze naar of het gezicht wit of zwart was. En een tijd lang is het zo geweest in Amerika, dat weten we ook uit onderzoek, dat zwarte mensen voor hetzelfde vergrijp een zwaardere straf kregen dan witte mensen. Maar daar corrigeren de rechters nu voor. Dat gebeurt niet meer. Dat gebeurde ook niet in haar onderzoek. Waar zij ook naar keek, was de mate van afrocentrische kenmerken in het gezicht. Dus kenmerken als bredere neusvleugels, vollere lippen enzovoort. En zowel voor zwarte als voor witte gezichten geldt dat je in meer of mindere mate afrocentrische kenmerken in het gezicht kan hebben. Daar zijn die rechters zich helemaal niet van bewust. En wat bleek, hoe sterkere afrocentrische kenmerken in het gezicht, voor witte mensen en voor zwarte mensen, hoe zwaarder de straf voor hetzelfde vergrijp. Dat gaat ver. Als je erover nadenkt, en daar heb je niet zelf voor gekozen, voor die kenmerken in je gezicht te hebben. Maar dat is wel van invloed, in dit geval, op je strafmaat. Blijkbaar hebben die rechters bepaalde beelden in hun hoofd, ook bepaalde stereotypen en vooroordelen, over waarin die kenmerken verbonden worden met crimineel zijn, crimineel gedrag enzovoort. Nou, en daar, dat boeit mij mateloos. Wat zit er dan in dat hoofd van ons? Blijkbaar hebben wij een beeld hoe een extravert of een introvert iemand eruit zien. Blijkbaar hebben wij een beeld hoe een Marokkaan eruit ziet. Blijkbaar hebben wij een beeld van hoe een manager eruit ziet. Nou, samen met een collega van mij, Ron Dodge, en veel andere onderzoekers, zijn we aan de slag gegaan om een methode te ontwikkelen om die beelden, om die uit mensen hun hoofden te krijgen. Om te kijken of we dat in beeld kunnen brengen. En dat wil ik eventjes laten zien. En ik wil overigens Ron Dodge ook hartelijk bedanken voor het meedenken met deze hele reeks colleges. Wat hebben we gedaan? Nou, we hebben een taak zijn we gaan ontwikkelen waarbij we proefpersonen een gezicht aanbieden wat altijd begint met, dat noemen we in dit geval, een basisgezicht. En dit basisgezicht dat komt uit de Karolinska Face Database, een grote database met allemaal West-Europese gezichten, in dit geval van de mannen. En als je heel veel mannen op elkaar morft, als je die allemaal op elkaar plakt, dan heb je hier een soort gemiddelde West-Europese man. Dat is dit gezicht. Dat noemen we het basisgezicht. Wat we vervolgens doen, is we leggen op dat basisgezicht leggen we ruis. Computergegenereerde ruis. Hier ziet u de ruis
En als je die ruis erop schuift, dan ziet u dat dat het basisgezicht gaat vertekenen. Dat kunnen we met heel veel, dit is 6 keer hetzelfde basisgezicht. Als ik daar 6 keer verschillende ruis op leg, moet u maar eens even goed kijken, dan zie je verschillende vertekeningen in het gezicht. Het basisgezicht is steeds hetzelfde. Wat het vertekent is die willekeurige ruis. So far so good. Nou, volgende stap. Wat we proefpersonen vragen te doen, telkens krijgen ze 2 van die plaatjes aangeboden. En die plaatjes bestaan dus uit het basisgezicht, wat steeds hetzelfde is, en 2 verschillende soorten ruis. En dan kunnen we iets, laten we in dit geval vragen, want we zijn bezig, hoe ziet een bedrieger eruit? Laat ik even vragen, welke van deze 2 gezichten lijkt u gewoon eerste gevoel het meest betrouwbaar? Links wordt er gezegd. Nou, dan pakken we, ik geloof dat hij nu rechts pakte, maakt even niet uit. Maar moet u even nadenken, om die vraag te kunnen beantwoorden, wat u dan moet doen, u ziet die 2 vertekende gezichten. U heeft blijkbaar een soort mentale representatie, iets, ik weet ook niet hoe dat eruit ziet, maar u heeft een soort representatie in uw brein van hoe een betrouwbaar gezicht eruit ziet. Mee eens? Anders kunt u die keuze niet maken. En het plaatje wat het meest lijkt, matcht op die mentale representatie, die kies ik. Nou, dat doen we 700 keer. Heel veel. Heel veel verschillende, steeds hetzelfde basisgezicht. Dat gemiddelde van die Karolinska Face Database. Met heel veel verschillende ruis erop en steeds die keuze. Welke is het meest betrouwbaar? Welke is het meest betrouwbaar? Wat we dan aan het eind doen, dan tellen we alle ruispatronen die je hebt gekozen als betrouwbaar. Die plakken we op elkaar en die leggen we op dat basisgezicht. En dan komt dit gezicht eruit. Nou, natuurlijk, daar ben ik me heel erg van bewust, is voor een groot deel is hoe dit gezicht eruit ziet, wordt bepaald door het basisgezicht waarmee je start. Maar voor een deel wordt hoe dit gezicht eruit ziet ook bepaald door de mentale representatie die de deelnemers aan dit onderzoek in hun hoofd hebben. Die zij gebruikt hebben om steeds die keus te maken, dit is meer de betrouwbare. Dit is meer de betrouwbare. Bent u er nog bij? Is toch fantastisch? Wij werden hier echt heel enthousiast van. Zeker, Ron Dortje heeft met een aantal collega's hebben ze in onderzoek bijvoorbeeld ook precies dezelfde stimuli gebruikt. Dezelfde basisgezicht, dezelfde ruispatronen. Maar stel dat we proefpersonen vragen steeds de meest onbetrouwbare te kiezen. En hier komt het onbetrouwbare gezicht, dat ziet u rechtsboven. Nou, dat ziet er anders uit. Als we vragen het dominante gezicht, linksonder, het submissieve gezicht, ziet u dat? Het ondergeschikte gezicht. Maar dit zijn beelden die uit onze hoofden komen. Die uit onze hoofden komen. Dit is een mentale representatie die wij in ons hoofd hebben, die we dus gebruiken om steeds die keus te maken. En die we hier weergegeven zien. Nou, wij hebben bijvoorbeeld ook in onderzoek hebben we gevraagd aan onze proefpersonen, kies steeds uit de 2 plaatjes die aangeboden zijn, kies degene die voor jou het meest op een Marokkaan lijkt. Nou, dan komt dit eruit. Dit is, en nogmaals, dat is belangrijk om te zeggen, dit is niet een Marokkaan. Dit is dat basisgezicht met steeds die ruis erop geplakt, die onze proefpersonen hebben gekozen als die van de 2 lijkt het meest op Marokkaans. Maar deels zitten daar dus eigenschappen die onze proefpersonen in hun hoofd hebben van hoe een Marokkaan eruit ziet. Die zie je hier. Die zie je hier gereflecteerd. Andere proefpersonen hebben gevraagd steeds welke ziet er het meest Chinees uit te kiezen. Dat is toch echt een ander gezicht. Zelfde ruispatronen. Zelfde basisgezicht, maar doordat er steeds een andere keuze is gemaakt en al die honderden ruispatronen bij elkaar optellen, zie je dat gezicht Chineser worden. Nou, wat we in het onderzoek over de Marokkaanse gezichten, hebben we een onderscheid gemaakt. Hebben we een andere meting gedaan waarbij we proefpersonen ook gemeten hebben of ze meer positieve attitude ten opzichte van Marokkanen hebben, meer neutrale attitude of meer negatieve attitude. En dan zie je dat afhankelijk van of jij relatief gezien meer positief of meer negatief tegenover Marokkanen staat, het beeld, letterlijk het beeld wat jij van een Marokkaans gezicht hebt, ook anders is. Dus als een hele onafhankelijke groep proefpersonen deze gezichten laten beoordelen, dan zie je dat het rechtergezicht wordt als crimineler beoordeeld dan het linkergezicht.
En dat is opmerkelijk, omdat blijkbaar mensen die een negatieve attitude ten opzichte van Marokkanen hebben, die hebben blijkbaar ook echt een negatiever beeld van het gezicht van een Marokkaan in hun hoofd. Wat we zien, zegt misschien wel meer over wat er in ons eigen hoofd zit, onze eigen stereotypen en vooroordelen, dan over het gezicht waar we daadwerkelijk naar kijken. Een ander mooi voorbeeld daarvan, onderzoek van Roland Imhoff en anderen, hebben ze dezelfde taak gedaan en hebben ze bijvoorbeeld steeds gevraagd, kies uit de twee ruizige gezichten steeds degene die het meeste lijkt op een manager. Of kies uit de twee ruizige gezichten steeds degene die het meest lijkt op een kleuterleider. Eén is meer de dominante kant, zullen we zeggen. En de andere is meer de verzorgende babyface kant. Nou, wat komt eruit als je naar die gezichten kijkt? Nou, mag u raden? Links zal zijn de kleuterleider, precies. En rechts is de manager. Dus we weten dat we heel snel uit gezichten informatie halen. Heel snel. Dat we heel snel ons oordeel klaar hebben op grond van het kijken naar een gezicht. Maar dat oordeel wat we klaar hebben, over wie gaat dat? Over die ander. Over dat gezicht van de ander. We weten ook dat dat oordeel slechts zelden heel accuraat is. Dat het eigenlijk niet klopt. En dat het in feite veel meer zegt over wie. Over mij. Over mij als waarnemer. Over de beelden die ik in mijn hoofd heb over hoe een verzorgend iemand eruit ziet, hoe een manager eruit ziet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat kan natuurlijk wel grote gevolgen hebben. Nou, laatste mooi voorbeeld van dergelijk onderzoek, vind ik zelf een prachtig voorbeeld. Daar hebben we gebruik gemaakt van een website, die heet The Face of Tomorrow. Waar een kunstenaar verschillende steden in Europa afgaat. En waar die kunstenaar die vraagt de eerste 100 mensen die hij op de foto kan krijgen, die ja zeggen, die fotografeert hij. Mannen en vrouwen, veel jongeren. En al die foto's morft hij. Die mixt hij met elkaar. En dan krijg je dus, als je op de websites kijkt, dan krijg je dus per Europese stad een soort van gemiddeld gezicht voor die stad. Dus hier ziet u bijvoorbeeld de gemiddelde jongen en de gemiddelde meisje, man, vrouw uit Keulen. Duitse gezichten. En op de volgende ziet u bijvoorbeeld Lissabon. Nou, daar zie je heel duidelijk natuurlijk het verschil van het soort gezichten wat daar rondloopt. En door die morftechnieken, die overigens al heel oud zijn, die mensen al heel lang gebruiken om een soort idee te krijgen hoe zien gemiddelde gezichten eruit, weet hij zo een soort gemiddelde van de stad te creëren. Nou, wat hebben wij gedaan? Wij hebben Lissabon en Keulen hebben we gebruikt. Is in dit onderzoek is dat gebruikt met collega's. En we zijn begonnen. De base face hier is dus een mix van de Duitse man en de Portugese man. Dat is deze foto. Dat is de perfecte morf van die twee morfs. Bent u er nog bij? Perfecte morf van die twee morfs. Wat we vervolgens gevraagd hebben, hebben we de ruistaak weer gebruikt. Dus hierop komt dan ruis, steeds die willekeurige ruis. Proefpersonen krijgen weer de keuze tussen die twee ruizige plaatjes, waar steeds ditzelfde gezicht onder ligt. En de vraag is aan de proefpersoon, welke van de twee gezichten ziet er volgens jou het meest uit als een Europeaan? Dat is een overstijgende categorie die over Duits of Portugees heen gaat. Welke ziet er het meest uit als Europeaan? En dat hebben we in Duitsland gevraagd, in Keulen en in Lissabon. En is nou wat je eigenlijk ziet, wat je als een Europeaans gezicht ziet, dat was de hypothese natuurlijk, dat dat gewoon bepaald wordt door jezelf. En wat we zien, dit is het gezicht als je alle ruis mixt die gekozen wordt door de Duitse groep als Europeaan. Dit is onze Duitse Europeaan. Het volgende plaatje is onze Portugese Europeaan. En als je die snel achter elkaar heen en weer laat gaan, dan zie je duidelijk de verschillen. En nogmaals, natuurlijk lijken die gezichten op elkaar, want het base face wat we gebruiken, dat basisgezicht, is steeds hetzelfde. Maar je ziet, en dat is ook als je deze foto's door een onafhankelijke groep weer laat beoordelen, dan zijn die het erover eens dat het tweede gezicht er meer Portugees uitziet en het eerste gezicht meer Duits uitziet. Ons beeld van wat een Europeaan is, wordt ook weer beïnvloed door onszelf, door wat we zelf meenemen. We kijken, als we naar de gezichten kijken van anderen, nemen we onszelf mee. En zou ik zeggen, kijken we misschien wel in ons oordeel wat we over de ander zo snel
vellen we misschien meer een oordeel over onze eigen kennis, culturele stereotypen en vooroordelen die we meenemen, dan dat we daadwerkelijk iets over de ander kunnen zeggen. Nou, waarom ligt ons oordeel nou zo snel klaar? Waar komt dit nou vandaan? Daar gaat het volgende college over.